Hoi, ik ben Mirjam en ik ben 13 jaar oud. Ik zit hier op het Mercantil College en ik ga jullie vandaag rondleiden. Maar hier zijn we eerst bij de congestieruimte. Iwan, alles goed? Goedemiddag voor mij, met mij wel. Met jou ook? Ook goed. Als je problemen hebt, kan je altijd bij hem terecht. Kijk, en dit is mijn kluisje. Dat heb je hard nodig. Voor al je boeken natuurlijk, voor alle vakken. Kijk maar. We staan nu op de derde etage van het Mercantil College. We gaan nu richting wiskunde. Weet je wat? Ik laat Alena wel even doen. Ik zit nu in wiskunde. Ik ga nu naar mijn meester toe. Mijn meester. Hoi Alena. Waarom is wiskunde zo belangrijk? Nou, wiskunde is heel belangrijk om eigenlijk een beetje inzicht te krijgen in bepaalde zaken. Zoals niet alleen gewoon rekenen, maar ook bijvoorbeeld kortingen, grafietjes, tabellen af te lezen in de toekomst. En dat je een beetje begrijpt wat er bedoeld wordt met het algemene wiskunde. We gaan nu naar kunstvak. De kunstvak heeft te maken met tekenen en schilderen en dat soort dingen. Mijn beste vriendin zit daar in mijn klas. Kom maar mee en dan laat ik je alles zien. Wij zijn vandaag bezig met een portret. Het portret ziet er zo uit. Mag ik het even lenen? Ja, dankjewel. Dit is een voorbeeld van een portret van mijn vriendin. En ja, zo wordt het eigenlijk gemaakt. Wat doen we hier eigenlijk bij kunstvak? Kunstvak probeer ik je op verschillende manieren te laten kijken naar de wereld om je heen. Je leert ook tekenen, handvaardigheid, dingen maken. Maar je leert vooral meer van kunst en cultuur om je heen. En ik denk dat dat je verrijkt. Wij zijn nu in het lokaal van een mentor. Dit is Haja en dit is onze mentor Igor Volleberg. Wat doen jullie allemaal tijdens het mentoruur? Als er zeg maar iets niet goed gaat, dan kan je dat aan je mentor vragen. En die kan je er dan bij helpen. En je kan ook bijvoorbeeld dingen zeggen die juist heel goed gaan. Wat houdt een mentor in? In de eerste heb je 2 uur, dat noemen ze tonuur. En dat is het mentoruur. En dan komen we bij elkaar en dan leggen we uit, in het begin natuurlijk van het schooljaar, wat zijn de regels. En dan gedurende het jaar begeleid ik je met de vakken die je lastig vindt. Of als er een keer iets niet goed gaat, dat je dan bij mij komt, zo van meester kunt u me helpen. Dat is een beetje mijn rol. Dit zijn onze vrienden en we komen bij elkaar in de pauzes en tussenuren. En nu gaat iedereen zich even voorstellen. Ik ben Etisa. Ik ben Sharuk. Ik ben Leslie. Ik ben Mirjam. Ik ben Nisrin. Ik ben Akira. Ik ben Haja. Ik ben Fatima. Ik ben Nihal. Ik ben Insi. Ik ben We gaan nu verder met Engels. De juffrouw maakt haar les leuk en daarom gaan we nu naar haar toe. Hallo juffrouw. Waarom leren we eigenlijk Engels op school? Ja, Engels is een heel belangrijk vak. Je krijgt er heel veel mee te maken als je studeert of als je werkt. En het is een wereldtaal, dus het is heel belangrijk dat je Engels spreekt en begrijpt. How well do you know your family? Use one of the card for each person and start with your name. Wat houdt het vak Engels in op de middelbare school? Als het goed is heb je op basisschool ook Engels gehad. En op de basisschool krijg je meestal woordjes die je moet leren en zinnetjes. Dus je krijgt een basis op de basisschool. En als je op de middelbare school zit, dan krijg je vaardigheden. Dus je leert spreken, luisteren, schrijven en lezen. Onze school doet veel aan gymmen, omdat wij graag een gezonde school willen zijn. We eten gezond en we sporten overal in heel veel locaties. Snel omkleden, want we hebben niet heel lang meer. Ik zie jullie volgende keer. M&M is de afkorting van Mens en Maatschappij. Mens en Maatschappij is aardrijkskunde en geschiedenis. Je kan er behoorlijk veel van leren. We gaan nu verder naar Alleen en Kassa, die gaan er veel meer over vertellen. We zijn bij meester Huizing, dat is mijn mentor. Waarom heeft u voor dit vak gekozen? Omdat ik interessant vind hoe de wereld werkt, hoe mensen werken en welke effecten mensen op elkaar hebben. Waarom is M&M zo belangrijk? Omdat ik van mening ben dat kinderen die hier op school komen nog te weinig weten over de wereld om zich heen. Ik hoop dat jullie het videoclipje leuk vonden. Meiden, hebben jullie nog wat te zeggen? Ja, tot volgend jaar misschien als jullie deze school leuk vinden. En er zijn wij geen brugklassers meer, dan zijn jullie de brugklassers. Ja, doei! Bye! Doei!